Want ik ga dit nog een keer zo'n video maken. Ik vind het ook jammer dat het nodig was. Maar so be it. Yo, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag heb ik even een ander soort video voor jullie. De normale series gaan gewoon door. Dus om 4:30 komt nog steeds gewoon de map van een kijker. En om 7:30 komt nog steeds gewoon Ark Survival Evolved online. Maar ik dacht, ik ga eventjes een keer een video maken over toelichtingen. Over een paar dingen dat mijn kanaal spelen en gebeuren. Waarvan ik heel veel aan het facepalm ben. En dat is dat mensen zeggen dat ik serie stil. En dat soort dingen ga ik nu met jullie bespreken. En ik ga jullie een paar dingen laten zien. En dan hopelijk denken sommigen van, oh ja, shit, ik zei eigenlijk tegen deel dat die serie stal, maar nu ik dit zo zie, denk ik, Oké. Laten we gewoon gaan beginnen. Nou, op 1 en meteen de meest recente video van mijn kanaal was natuurlijk Minecraft Build-Off. En Minecraft Build-Off is iets wat ik gedaan heb op dagelijkse day ooit. En toen heb het uiteindelijk LinkTech het overgenomen. Maar nu doe ik het eindelijk weer op mijn kanaal, want heel veel kijkers vroegen er maandenlang om te zitten kijken. Ze vragen, deel wanneer ik alweer een keer in Minecraft Build-Off van jou. En ik dacht van, nou weet je wat, we gaan er gewoon weer mee beginnen, want kijkers vinden het vet. Ik vind het leuk om te doen met allemaal vrienden van mij natuurlijk. Gisteren inderdaad met Willem, met Mees, met Joost en Matthijs natuurlijk. Dat was super leuk. En sommige mensen zeggen, deel je stilte serie, je stilte het, blablabla. Of iets van 100 dislikes of zo. Want ze denken allemaal dat ik de serie gejat heb van dagelijkse day. En ik ga jullie bewijzen inderdaad dat dat dus niet het geval is, maar dat dagelijkse day het nog steeds van mij over heeft genomen. En dat ga ik jullie nu laten zien. Nou, welkom op YouTube. Dat kennen jullie allemaal natuurlijk, deze layout. Dit is gewoon YouTube natuurlijk. Wat ga je doen? Is Minecraft Build-Off hashtag 1. Oftewel, episode nummer 1 van Minecraft Build-Off. Ja, daar staat hij. Minecraft Build-Off vandaagse day op nummer 1. De allereerste episode vandaagse day is een jaar geleden. Om technisch gezien te zeggen, 24 april 2014. En, dan ga je kijken. Wie is de host? Wie heeft verdacht? Wie staat daarboven? Is het Michael? Is het Linktijger? Is het Milan? Is het Don? Wie is dat? Hé, hey, dat ben ik. Oh, wat grappig. Kijk eens. Joh. Mijn serie. Ik had het toen gedaan, DRD. En als je hier kijkt, video door. Iron is tijd, want ik heb de video gemaakt. De allereerste episode, klik erop. Waar kom je uit? Wie's kanaal? Oh, wat gek. Hé, hey, Ben. Verdacht. Verrek, dat is mijn kanaal. Dus inderdaad, heel simpel. Minecraft Build-Off is niet een gejatte serie van dagelijkse day. Nee, het is mijn serie die ik op D&D deed en nu gewoon weer op mijn kanaal doe. Sommige mensen zeggen van, nou deel, ik vind dat jij het niet meer mag doen omdat het nu van D&D is. Ja, maar dat is dus hetzelfde als ik een trui heb die ik heb gekocht in de winkel. Die steelt mijn broer van mij en nu mag ik die trui niet meer kopen van mijn broer omdat hij hem nu al heeft. Logica. Nou, dat is duidelijk. Op in ieder geval naar de volgende. De tweede video, of de tweede serie die ik zogenaamd gestolen zou hebben, is van Don the Game Meneer. En dat is CSGO en CSGO Case Opening. Nou, naast dat geen serie van mij gaat worden, heel misschien wel, want kijkers het leuk vonden. In ieder geval, daarnaast heb ik het niet van Don the Game Meneer. Het is meer dan het feit dat ik heel veel CSGO speel. En als ik CSGO speel, bedoel ik ook echt veel. En de vorige keer dacht ik van, nou weet je wat, ik ga deze week CSGO spelen en ik ga het gewoon een keertje opnemen. Ik dacht, we gaan even een keer kijken wat er gebeurt, kijken of het leuk vindt, de kijkers het leuk vinden en ik vind het wel leuk om te editen. Ja, ik kijk door zijn video's, maar kijk, ik zal je laten zien, dit is mijn account. En hier op dit account, mijn tweede account, of mijn main account, heb ik 215 uur gespeeld in CSGO. En dat is de afgelopen 2 weken of zo, 3 weken ben ik hier vast weer mee bezig. Dat is dus inderdaad mijn main account. Mijn andere account heb ik deze week, dat ik hem nieuw gekocht, 35 uur in CSGO doorgebracht. Ik heb dat 35 uur gespeeld deze week. Dat is knijter veel. En het is even een slok van mijn poppy. Iemand noticed dat. Het is inderdaad van Light en van L van Death Note. Maar, sinds ik gezien speel ik gewoon heel veel CSGO. En ik dacht van, nou, ga ik het je opnemen. Niet met Don gejat, helemaal niet. En als je zegt van, ja, deel, je jat het van Don. Nou ja, weet je, het is, ik kijk die video's van Don ook, vind ik heel leuk. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook, ik zal het even laten zien, dan gaan we weer op YouTube. Dan gaan we naar Smithy. Heb je hem? Smithy. Druk op zijn naam, 15 geleden actief. Dan ga je kijken naar video's. En dan ga je kijken wat ik kijk. Oh, bekeken.
Bekeken, CSGO, bekeken, CSGO Vintage. En dan gaan we verder op klikken, ja? Heel kort mag ik maar laten zien natuurlijk. En kijk, let op die stijl. Let op, let op, let op. Gaat-ie, hè? No. Okay. Precies zoals dat soort dingen vind ik veel leuker, zeg maar, weet je wel. En als inderdaad, dat is ik ook doen. Dat die teksten, zeg maar, in beeld laten brengen. Ik ken me dus niet van Don, de game meneer, maar ik kijk Smithy. Ben je het er niet mee eens? Denk je, nou, dat heb je nu expres gedaan. Dan ga je naar Mojo on PC, hè? Mojo on PC is ook een YouTuber van CSGO. En kijk eens even aan, gewoon naar zijn video's. Bekeken, 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 bekeken. CSGO video's. Ik kijk gewoon meerdere dingen. Ik dacht, nou, ik ga ook wel een keertje een CSGO video uploaden. Misschien vinden mijn kijkers dat ook wel een keertje leuk. Dus bij deze, ook CSGO is niet een gejatte serie of gejat iets van Don, de game meneer. Want het is de enige die jullie kennen die dat doet. Er zijn honderden die dat doen. Technisch gezien, als dat jullie redenatie is, zou de game meneer dat ook gejat moeten hebben. Maar dat zie ik bij hem niet staan. Dus dat was eigenlijk deel 2, niet stil. Oké, dan kom ik bij case nummer 3. Oftewel, het laatste die ik eigenlijk wil bewijzen, dat is Ark Survival. Want die zou ik blijkbaar hebben gejat van en de game meneer. En van Jo speelt spellen. Nou, dat vind ik een beetje vreemd allemaal. Ik bedoel, ik speel gewoon Ark. Ik vind het leuk. Mijn kijkers hebben het aan me gevraagd. Dan ga ik Ark spelen. Er zijn duizenden mensen die Minecraft spelen. Ga ik tegen hun allemaal zeggen, ja, je jat van hun? Dude, dat is gewoon, weet je, ik ga het niet eens hoeven te bewijzen. Want dat is gewoon heel dom. Ik doe letterlijk gewoon een let's play van hoe ik Ark speel. Niks te maken met Don, niks te maken met Joost, niks te maken met Slipgator. Maakt allemaal niet uit. Het is gewoon, ja, hoe ik eigenlijk dat doe. Gewoon, ik vind het spel dat ik speel, dat neem ik een keertje op. Vind ik leuk om online te gooien en dat ga ik voor jullie doen. Niks met jatten te maken. Alright, in ieder geval, dat was een klein beetje duidelijk hopelijk dit videootje over inderdaad van, yo jongens, denk gewoon goed na over wat je zegt voordat iemand steelt. Want het slaat dus helemaal nergens op, want zoals je kunt zien zijn er echt miljoenen YouTubers, duizenden YouTubers die Ark doen op hun kanaal. Miljoenen YouTubers en spelers die CSGO spelen en dat op hun kanaal doen. En ook met Build-Off inderdaad. Ik was de eerste die Build-Off gedaan heb tot met episode nummer 16 of zo, weet ik veel. Ik heb bijna een jaar gedaan. Dat heb ik in ieder geval gedaan. En dat is dus ook allemaal niet gejat. Dus denk er maar gewoon volgende keer ietsje beter over na voordat je zegt dat ik een serie steel of zo. Want ik ga dit nog een keer zo'n video maken. Ik vind het ook jammer dat het nodig was, maar so be it. Alright, in ieder geval, hopelijk vond je wel een beetje een duidelijke uitleg. Doe lekker een blauw duimpje omhoog, want dat vind ik gewoon leuk. Een blauw duimpje, dat er geniet ik van als ik het zie. En dan zie ik jullie graag in de volgende video. Dankjewel voor het kijken, later was het ziens. En natuurlijk, peace lieve kijkers. Die zijn wel allemaal geweldig nog steeds. Later.